Dan kunnen wij weer natuurlijk de gele vlag zien, kunnen wij weer vaststaan. We gaan in de tweede man in de standaard klasse. Ik zie overal weer gele vlaggen. André staat er weer helemaal klaar voor. We zijn benieuwd hoe deze man gaat starten. We zijn van start. En als je de eerste bocht goed doorkomt, dan is het altijd mooi natuurlijk. Maar kijk eens even, dat gaat weer heel hard, dat gaat weer heel mooi. En we zien hier van Twint, Bas Bronk met de 115. Dus Bart Twint, die heeft een hele goede start gemaakt. En achter is het krap drukken en nou, maar dat is mooi in deze bocht met die drie. Ja, kijk eens, de auto zit mooi dwars voor. Dat is het betere bochtenwerk. En dan volgen ze weer uit. Op de tweede plaats de auto van de Graaf. En de auto van André Hubbels op de achterkant, die moet nog een beetje gas geven om wat goed te maken. Maar toch, alles was eigenlijk helemaal goed. Hier vooraan zien we van 20 graden rijden met de 115. Die gaat lekker, die heeft wat afstand genomen. We zien daar een mascotte mee rijden op de 257. Patrick heeft zijn mascotte op het dak vastgebonden. En dat doet hij op dit moment goed op de derde plaats volgens mij. En ook in deze man, we zien het, het gaat al verschrikkelijk mooi, het gaat hard. Ze glijden de bochten door, we hebben nog één uitvaller hier in bocht nummer 3. En voor de rest is gewoon iedereen lekker onderweg. We krijgen de laatste ronde op de tweede man is ingegaan. En dat moet geen probleem meer zijn voor Bart Twint. Bart krijgt hier ook als eerste de vlog. En hij wordt wel op de uitgezet in de eerste begraven. Die heeft gewoon een heel